Ik sta hier voor de gast. Ik ga je vertellen wat ik deze vlog laat zien. Hoe de uien gegroeid zijn de afgelopen week. En hoeveel wortels dat de aardappels gevormd hebben. En het ophalen van de nieuwe aardappelloofklapper. Nou, het is weer een week geleden. Het is nu 1 juli. Een week geleden hebben we hier de lengte van de ui gemeten. We gaan nu weer eens kijken wat die in een week gegroeid is. Nou is het gekke. Als je een paaltje ergens neerzet, zo'n stokje, dan gaan er altijd hazen bij zitten. Nou, hier liggen de keutels van de haas. En die hebben verdikken me een pijp afgevreten van mijn ui. Nou ja, dan pakken we de volgende pijp maar. De langste pijp. ...45 centimeter. 11 centimeter erbij. De laatste week. Volgende week maar weer kijken. Nou ben ik op zoek naar die wortels van die uien. Maar die kun je wel heel moeilijk vinden. Dit is voorverrucht bietenland. Het is hartstikke vast. En het valt me niet mee. Ze zitten ongeveer op 21 centimeter. Ik heb een holte gevonden. En daar hangen de wortels gewoon in het gat. Op zoek naar vocht, denk ik. Ik weet het niet. Ik zal het laten zien. Zie ze hangen naar beneden. En het is ongeveer 20, 22 centimeter. Ik zit hier op de scheiding van de uien en de wintertarwe. Ik heb hier een gat gegraven om de wortels van de tarwe op te zoeken. Nou, ik heb er een gevonden. Ik heb mijn mes. Heb ik er net een centimeter onder zitten. Als je goed kijkt, dan kun je het worteltje zien zitten. En hoe diep zit hij? Hij zit 60 centimeter diep. Dus dat is best diep. Nou, we hebben de laatste dagen hebben we lekker wat regen gehad. Tussen de 10 en de 15 mm. We staan hier bij de rode uien. En de gang zit er goed in. Dat kun je wel zien. Ze zijn nu goed aan de slag. En dan gaan we nu eens even bij het bordje kijken. Ja, we hebben nu wel een ander probleem. Het bordje is te kort. Dus ik heb al gemeten. De langste pijp is 64 centimeter. Dus hij is 15 centimeter gegroeid de laatste week. Alleen de hele ui die groeit wel veel harder. Er zitten nu 1, 2, 3, 4, 5 en de zesde pijp die komt er nu aan. We moeten eigenlijk 8 volledige grote lange pijpen hebben, zodat er een voldoende grote ui aan kan groeien. Maar ze staan er mooi op.
We gaan eens even een gat graven bij de King Russet om te kijken hoe diep dat de wortels zitten. Even van dichtbij bekijken. Hier zit het mes en daar vlak boven het mes daar zitten de wortels van de aardappelen die ik kan vinden. Misschien zitten ze nog wel dieper. En hier zit veen. Bovenkant rug is ongeveer 53 centimeter. En tot aan de voor ongeveer 35 centimeter. Onder deze laag, daar zit veen. Dat is een beetje een niet doorlatende laag. Kijk, er zitten toch nogal wat worteltjes in. Kijk, de plantenresten van een paar duizend jaar terug zie je nog zitten. En de schelpen natuurlijk ook. Het is natuurlijk de zeebodem. Zit hier bij de King Russet. Van firma Den Hartog uit Emmeloord. Is resistent tegen aardappelmoerheidscysten ABCDE. Deze bloeit op het moment prachtig. Nadat ik jarenlang met een collega boer een aardappelloofklapper heb gehad, hebben we besloten om ieder zijn eigen loofklapper aan te schaffen. We hebben twee loofklappers aangeschaft. Bij landbouwmechanisatiebedrijf Megaservice in Emmeloord. We hebben een basalier loofklapper gekocht. We gaan hier de aardappels mee klappen. En voor degene die niet weten wat dat ding precies doet. We rijden tussen de ruggen door. En deze klepels die slaan het loof van de plant. Doordat bepaalde gewasbeschermingsmiddelen we niet meer mogen gebruiken, gaan we meer aardappels klappen. In een latere vlog zal ik laten zien in de praktijk hoe het precies gaat. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende vlog.